Minister, op 19 mei 2019 heeft u eigenlijk de eerste keer voet gezet in het kantoor hier. Kunt u ons vertellen, hoe is het sinds toen geweest voor u? Nou, vanaf dat moment was het belangrijk om te weten wat er is, wat heb je in huis, wat nodig is om het werk voor te zetten. En we hebben de evaluatie gemaakt samen met het team. Gekeken naar wat loopt al, wat kunnen we continueren, wat moet anders, wat moet beter. En de veelheid van activiteiten hebben we samen ook wel gekeken naar hoe kunnen we prioriteitenlijst samenstellen om invulling te geven aan het beleid. Minister, we hebben u hier binnen zien lopen op 19 mei 2019. En u bent eigenlijk sinds toen de minister die uitstraalt dat er gewerkt zou worden. Het uitzetten van het werk sinds toen, kunt u ons even vertellen hoe het aan toe zou gaan? Ja. Vanaf het moment van aantreden hebben we gekeken naar wat is er al, een korte evaluatie gemaakt, welke projecten zijn er, wat loopt, wat kan beter, wat kan anders. En op basis daarvan hebben we samen met het team een prioriteitenlijst opgesteld om in ieder geval de veelheid aan activiteiten, het werk dat hier ligt, op te pakken en voor zorgen dragen dat we resultaten behalen. U noemt het veelheid aan activiteiten. Ik neem aan dat er dus een stappenplan of iets activiteiten overzicht is geweest. Wat zijn de prioriteiten die toen bepaald zijn? Nou, kijk, vanuit het beleid vanuit de overheid, het algemeen meerjaren ontwikkelingsplan, en heb je op jaarbasis wat de president uitspreekt in zijn jaarrede. Dat past in het beleid van de regering, probeer je als ministerie daar aanvullend invulling te geven. Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hebben we drie beleidsgebieden. Eén water, beleidsgebied energie, beleidsgebied water en mijnbouw. En op basis van deze drie beleidsgebieden hebben we ook drie specifieke projecten, projecten aangekondigd. Om ervoor zorg te dragen dat alles dat we hier doen dagelijks, dat zal bijdragen tot het realiseren van die doelen. En als ik dat zo mag onderverdelen, als we kijken naar energie, hebben we elektrificatie binnenland als één prioriteit. We hebben onze invulling gegeven aan onze energieautoriteit Suriname, uitwerken van onze energiesectorplan en straatverlichting landelijk. Dat zijn de drie prioriteiten voor energie. Alvorens u verder gaat, kunt u misschien wat dieper op in. Bijvoorbeeld elektrificatie binnenland, weet ik dat er overeenkomsten zijn getekend toen en dergelijke? Nou, als we kijken naar elektrificatie binnenland, we weten dat binnenland al jaren tegen het met de uitdaging is voor wat de stroomvoorziening in binnenland. En hoe je het keer of draai, energie in een land is de belangrijkste voorwaarde voor ontwikkeling van elk land, van elk sector. Want ook al heb je mineralen en ertsen, als je geen energie hebt, ga je het niet kunnen verwerken. Wil je investeren in de gezondheidssector? Je moet om die mooie computerized ziekenhuis op te zetten, moet je stroomvoorziening hebben, energie hebben. Wil je investeren in onderwijs? Moet je stroomvoorziening hebben, energie hebben om die scholen te bouwen, die computers aan te schaffen. Dus energie is gewoon een basis van ontwikkeling. De basis van ontwikkeling. En er zijn gebieden in Suriname die het moeten ontberen. In dat kader hebben we gekeken ook naar wat er nu gaande is. Dat brandstofvoorziening binnenland niet altijd optimaal plaatsvindt. En zoals ingegeven door mijn voorganger, waren er enkele afspraken voor het voorzien van het binnenland op hybride systemen. Dat is een combinatie van zonne-energie en generator. De projecten zijn opgepakt. En we hebben in verschillende gebieden van het binnenland dan wel in partnerschap of alleen initiatieven ondernomen. Ik kan daar over uitweiden. Bijvoorbeeld boven Suriname gebied was er een lopende afspraak voor een creditline project vanuit India. Vanwege een stukje bureaucratie, documentatie die ermee gepaard gaat, heeft het iets langer geduurd dan wat gedaan. Maar in ieder geval komen er 50 dorpen aanmerken voor elektrificatie in het boven Suriname gebied. Gelijktijdig was er ook een lopende project samen met de EU, de IDB, een schenking die was gegeven aan EBS, waarvoor 11 dorpen in het boven Suriname gebied in aanmerking zullen komen. Verder in inheemse gebieden met ACT is de organisatie, die heeft wat projecten opgeleverd in de inheemse gebieden.
Verder is er ook wel samen met een bedrijf, Power China, zijn er twee van de grootste dorpen in boven Suriname, is er start gemaakt met de implementatie van een solar project. Daar Pekinsee en Guyaba, die twee dorpen worden nu aangepakt. Eigenlijk onze bedoeling is dat we verder uitkijken. Hier heb ik het plan hebben uitgewerkt om de komende 3 tot 5 jaren geheel binnenland te voorzien van elektrificatie. De verschillende dorpen die zijn in kaart gebracht en de status update wordt gemaakt van wat er gedaan moet worden. Verder wordt er gesprekken gevoerd met CARICOM om ook voor een grant van ongeveer $2 miljoen om 3 tot 4 dorpen in het binnenland te coveren. Verder hebben we gekeken samen met andere particulier initiatief die op basis van ons gestelde voorwaarden een dergelijk project willen uitvoeren. Het heeft allemaal te maken met een lange voorbereiding, het optimaal verzamelen van data, dat kost wel wat geld, voldoen aan de voorwaarden van deze financierders of deze potentiële financierder. Maar al met al kan ik zeggen dat we het is een kwestie van tijd om invulling volledig hieraan te kunnen geven. Het is heel erg belangrijk, zoals ik eerder zei. We weten allemaal, als Paramaribo voor enkele uren zonder stroom zit, zonder elektriciteit zit, hoe moeilijk het is. Laat staan de mensen in het binnenland die het moeten ontberen. Dus onze focus is de komende periode het binnenland te voorzien van zonne energie. Wat betreft straatverlichting, daar zijn we ook bezig geweest. Er is een openbare aanbesteding gehouden waarbij op uitnodiging een aantal bedrijven zijn gevraagd om materiaal aan te schaffen. Het is de bedoeling om begin volgend jaar te beginnen met het uitvoeren van dit project. Om landelijk plaatsen te voorzien van straatverlichting, zowel bestaande als nieuwe projecten. Wat betreft de Energieautoriteit Suriname, de wet is afgekondigd, goedgekeurd. Eigenlijk is het helemaal uitgewerkt, uitvoeringsbesluiten zijn er al. Wat er ontbreekt is de invulling van de posities. Er is een raad van toezicht in place. En samen met de raad van toezicht zijn we bezig te zoeken naar een geschikte kandidaat om de autoriteit te trekken. Om ervoor zorg te dragen dat die hele energiesector wordt geregeld. Zoals ik nog eerder heb aangekondigd en ik blijf het herhalen, is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Zonder energie kan je het vergeten. En Suriname, we hebben de potentie voor renewable energy. We hebben zon, we hebben wind, we hebben water. En we moeten zeker gaan investeren om deze optimale te gaan benutten. Voor wat betreft de top 3 prioriteiten voor water. Eén daarvan is het aannemen van de nieuwe waterwetten. Bij mijn aantreden heb ik gemerkt dat er al een traject was ingezet. Maar er waren heel wat tekortkomingen. Die wetten zijn teruggenomen, zijn gecorrigeerd. Nu liggen ze, het moet gepresenteerd worden aan de Raad van Ministers, zodat er weg gaan vinden naar de Staatsraad en daar naar het parlement voor goedkeuring. Een andere prioriteit is het samensmelten van dienstwatervoorzieningen en SWM. Omdat we de mening zijn toegedaan dat het effectiever aanpakken van drinkwatervoorziening toch wel aandacht vereist. Het kan niet zo zijn dat SWM op een bepaald niveau kwaliteit drinkwater voorzien en het achterland van Suriname ontbeert dat. Dus het idee is om die twee diensten bijeen te brengen, zodat wat in Paramaribo wordt geleverd aan de randdistricten ook in het achterland van Suriname geleverd kan worden. Verder hebben we daarin meegenomen als infrastructuur drinkwatervoorziening van het binnenland, dat toch wel de afgelopen jaren minder is in geïnvesteerd om die op te graden naar het gewenste niveau. Het derde beleidsgebied waar we ons hebben gefocust en prioriteit aan hebben gegeven is mijnbouw. Niet zo lang terug is Suriname lid geworden van de EITI, dat staat voor de Extractive Initiative Transparency. Wat inhoudt dat landen die geld verdienen uit de extractive industrie, dat ze op een adequate manier rapportage, transparantie geven over de middelen die worden verdiend en dat die middelen daadwerkelijk terechtkomen bij de instituten en als zodanig gebruikt worden voor de ontwikkeling van het land. Suriname is lid van geworden, we hadden wat achterstand met het als rapportage, maar er is met heel veel inspanning met de stakeholders gewerkt om dat op niveau te brengen. Het is een hele job op zich, dus voor ons is ook dat wel een belangrijke prioriteit om
gehandhaafd te blijven voor ons lidmaatschap, dat we op tijd onze rapportage indienen. En daar zijn we ook heel druk mee bezig geweest. Tweede prioriteitsgebied voor wat mijnbouw betreft is het instellen van ons Delfstoffeninstituut. We praten sinds de onderhandeling met de eerste multinational die in Suriname is komen investeren in 1994 over de mogelijkheid voor het opzetten van het Delfstoffeninstituut. Waarom is dat belangrijk? We zijn als land afhankelijk van die mijnbouwindustrie. De afgelopen jaren is dat het meest grootste werkgever naast de overheid, waar mensen werk vinden en waar we ook mee kunnen verdienen. En om die sector te ordenen is het van belang dat je sterke instituten hebt naast wetten die worden toegepast om ervoor zorg te dragen dat daadwerkelijk ordening komt in die sector. Vandaar dat het heel erg belangrijk is om ons Delfstoffeninstituut op te zetten die zowel kleinschalige, middenschalige als grootschalige mijnbouwsector advies kan uitbrengen, maar ook tevens ook richting kan helpen bepalen daarvoor. Vandaar dat er zoveel aandacht besteed wordt hieraan. We hebben de Wereldbank bereid gevonden die gaat financieren. Heel traject voor de inhoud, want daar gaat het om. Het is meer dan een prachtig gebouw opzetten. Het moet content zijn, het moet positiestructuur hebben waarbij van daaruit inderdaad invulling gaan geven. Want wat we merken in ons land de afgelopen periode is dat we heel vaak de instituten opzetten, maar dat het een papieren tegen blijft. Het moet goed werken in de praktijk. Daarom dat we tijd nemen om dit goed voor te bereiden samen met alle relevante structuren. In dat traject hebben we ook meegenomen vernieuwing van onze mijnbouwwet. Er is een commissie ingesteld die die mijnbouwwet, die een beetje outdated is, op te daten naar een nieuwe versie dat past aan de tijd, dat alle activiteiten binnen die mijnbouwsector zal coveren. Verder hebben we gekeken naar een ontwikkelen van een standaard mineral agreement. Waarom is dat van belang? Het is gebleken dat wanneer bedrijven in Suriname komen om te investeren, dat we iedere keer opnieuw de onderhandeling moeten beginnen. Het kost ons 7 tot 10 jaar. En om dat te voorkomen, goede voorbereiding, dat je als land tenminste een standaard op papier hebt, dat je kan laten zien aan de investeerder, dit zijn onze standaarden en dit is wat wij te bieden hebben. En op basis daarvan kan je nog steeds gaan onderhandelen om te kijken waar je iets minder of meer kan doen. Maar nu ontbreekt er. En het is altijd from scratch onderhandelen, wat heel veel tijd in beslag neemt. En komt nog bij kijken als er een wisseling is van de wacht, dat we opnieuw moeten beginnen om opnieuw te onderhandelen. Voor investeerders is dat zeer onaantrekkelijk. En willen we investering aantrekken, dan moeten we zeker één standaard hebben van waaruit we gaan werken. En kunnen we verder praten. Met de ervaring van de afgelopen jaren, we hebben twee bedrijven die hier werken nu, kunnen we een samenleving maken van de afspraken die zijn gemaakt met deze twee bedrijven. Daarnaast kunnen we ook kijken in de regio wat toepasselijk is geweest en op basis daarvan één standaard produceren welke bewaakt zal worden door zo'n een Delfstoffeninstituut. Als laatste onderdeel binnen topprioriteit van mijnbouw is het afwikkelen van de Alcoa deal. En u weet wat het in de samenleving teweeg heeft gebracht. Maar er was steeds een uitgangspunt, dat was ook vanuit de verantwoordelijkheid van het ministerie onder mijn leiding, wat ik heb genomen, is dat we op een gegeven moment als land een hoofdstuk moeten afsluiten om verder te gaan. We kunnen natuurlijk heel lang hierover praten en roepen hoe het beter had gekund, maar dat weten we allemaal achteraf. En om gewoon lering hieruit trekken. Alcoa is de afgelopen 90 tot 100 jaar in Suriname geweest. Suriname heeft eraan verdiend. Tegen de tijd toen de onderhandelingen werden gevoerd, toen het begon, waren er alle andere omstandigheden. En vandaag de dag leven we in een andere tijd. Wat van belang is natuurlijk, is dat we als land de belangrijke lessen hierin meenemen. De discussie rondom de hele deal, alsof Suralco gevrijwaard zou worden, dat klopt niet. Het is duidelijk in de overeenkomst dat Suralco nog verplichtingen heeft. De discussie in de deal, alsof we Suralco betalen voor die dam, dat is niet zo. We betalen op basis van die oude afspraken die we hebben gemaakt voor stroomrekeningen toen. Dat zijn die afspraken waarvoor we betalen. En je kan het rijtje afgaan. Wat de intentie is, je kan je natuurlijk met je rug naar het verleden blijven kijken en je gezicht naar de toekomst, dan ga je niet vooruit gaan.
Het is zo geweest. We hadden beter eruit, we hadden meer eruit willen halen, ik ook. Maar fact is, sluit het hoofdstuk af, begin een nieuw hoofdstuk. En dat kunnen we nog steeds. We hebben zeker een bewezen voorraad van minimaal 300 miljoen metrieke ton aan bauxietvoorraad in West-Suriname. Leer uit de vorige deal en probeer van daaruit nieuwe afspraken te maken, omdat het nog steeds aantrekkelijk is. En daar pas ga je dan moeten laten zien wat je als land hebt geleerd in de voorgaande afspraken. Dat is de benadering geweest, dat is het uitgangspunt geweest. En ik hoop natuurlijk als verantwoordelijke nu van het ministerie van Natuurlijke Verbonden dat elk ander die hier zou komen zitten om invulling te geven aan de toekomst van onze bauxietsector, dat ook meeneemt als belangrijke voorwaarden om te gaan onderhandelen straks met any other partners die binnenkomen. Dus dat zijn zo in een notendop de activiteiten die we proberen samen te vatten in deze prioriteitsgebieden. Als ik het zo hoor, dan is sowieso monitoring heel belangrijk van al deze processen. Hoe verloopt dat monitoringsgedeelte van deze processen? Ja, natuurlijk een uitdaging op zich. Het heeft te maken met het gebrek aan kader om alles uit te voeren. Maar ik denk dat dat is iets dat je niet binnen korte tijd kan veranderen als ministerie. Het heeft te maken met 1 week kader aantrekken, moet je mensen beter betalen. 2, de mensen die je in huis hebt, moet je effectiever gaan inzetten. Dat reikt ver dan een simpele oplossing. Maar het is dan als verantwoordelijk op het ministerie dan, krijg je iedereen gemotiveerd om toch wel bij te dragen met wat we hebben aan deze activiteiten om invulling hieraan te geven. Dat is wat de voornaamste focus is, omdat alle andere zaken toch wel meer tijd in beslag zullen nemen om die verandering te brengen. Met het team dat er is, met inhuren van krachten buiten, proberen we steeds weer de focus erin te houden om ervoor zorg te dragen dat de periode waar we met z'n allen verantwoordelijk zijn voor het ministerie, toch wel onze doelen kunnen realiseren. Niet eenvoudig, maar het is niet onmogelijk. Het is wel te doen. Heeft u als minister van zo'n belangrijk ministerie ook een oproep of een boodschap die u wilt geven aan onze gemeenschap? Ja, zeer zeker wel. Geloof in eigen kunnen natuurlijk is wat we allemaal roepen. Maar belangrijker nog is dat invulling geven aan dat wat we zeggen. Allereerst ook naar personeel van het ministerie is dat het altijd makkelijk is om te kijken naar wat niet gebeurd is of wat niet goed is. Maar het is beter als we kijken naar wat is mogelijk, wat is haalbaar met de beperkte middelen die we hebben. We weten hoe moeilijk het is, dat hoeft niemand aan elkaar te vertellen. Maar als verantwoordelijke kunnen wij er alle beste van maken als we de focus erin houden, weten waarover het gaat en bewust ervoor kiezen om op een positieve manier een bijdrage te leveren, want daar begint het om. Maar ook de totale samenleving. We leven in een samenleving, we zijn heel makkelijk met het leveren van kritiek, zonder achtergrond te weten van wat er precies speelt. Maar het is ook wel een proces om die samenleving, die mindshift te maken, cultuurverandering te maken van wat is mijn bijdrage op de eerste plaats en dan kijk ik wat anderen kunnen doen of niet hebben gedaan. 2020, Suriname is een land met enorm veel potentie. Ik geloof in dit land. Wat we moeten doen is de juiste focus erin houden en ervoor zorg dragen dat wat we hebben in Suriname daadwerkelijk ten goede komt. Ik ben zeer positief en hoopvol gestemd het nieuwe jaar. Maar we moeten niet vergeten als natie dat we ook die bewuste keuzes gaan maken. Omdat mineralen zijn er om een land te ontwikkelen. Ze raken op. Maar we moeten ervoor zorg dragen dat we ook na het verdienen met deze mineralen de juiste investeringen maken in de mens. Als blijvende investeringen, als duurzame investeringen voor de toekomst. Ik denk sowieso dat het mijnbouwbeleid, het beleid voor wat betreft onze mijnbouw, onze mineralen, toch wel veel meer vastere vorm moet krijgen. Heel veel activiteiten vinden plaats in de mijnbouwsector, legaal, illegaal. En toch ontbreken een stukje een sterke instituut om toe te zien dat daadwerkelijk de verdiensten uit de mijnbouwsector ten goede komen van het land. We zijn begonnen ermee. EITI is een belangrijk voorbeeld daarvan. Delft Stoffen Instituut, nog een ander voorbeeld daarvan. De afspraken die we hebben lopen met de grote bedrijven zijn belangrijke voorwaarden daarvan. En ik denk zeker als we dat traject voortzetten,
is een ontwikkeling, gebeurt niet overnight. Dan denk ik zeker dat we daadwerkelijk veel meer kunnen halen ten voordele van Suriname. Dus Saranama Onosribi, het is mogelijk, laten we het doen.